Daarom wil ik ook heel graag bijvoorbeeld de kroongetuigenregeling verbreden. We hebben nu zo'n regeling dat waarbij je, als je inderdaad al heel veel misdaad hebt gepleegd, mm-hmm. Zware crimineel bent, dan kom je in aanmerking voor zo'n regeling en dan ga je met justitie praten. Ik zou willen dat we aan de voorkant die mensen die dit soort praktijken faciliteren, bijvoorbeeld notarissen die niet goed bezig zijn, makelaars, dat je die eruit uit kunt halen. En dat je daar ook een kroongetuigenregeling voor kunt. Dat je daar een regeling voor kunt treffen, ja. Zodat je eerder die netwerken kunt oprollen. Zodat je niet helemaal aan het einde ervan zit. Want dan is er al zoveel ellende gebeurd. Nou, dat zijn elementen waar we mee bezig zijn. Maar ja, dan heb je tegelijkertijd een probleem. Want iedereen die een kroongetuig is, we zagen het zelfs in dat filmpje van die jongens, waar moet je zo nodig praten, die verdient ook gelijk weer, of heeft nodig, heel veel bescherming, ja, van uw kant. Dus dan gelijk hebben we weer een ander probleem gecreëerd. Zeker. Het is nu ook zo, hè, dat als er mensen in beeld komen om te gaan spreken met justitie, vanuit welke regeling of invalshoek ook, dan wordt altijd eerst gekeken van, nou, als we dit aan zouden gaan, kunnen we je ook inderdaad goed bewaken en beveiligen. Maar u heeft helemaal gelijk, dat is echt een belangrijk onderdeel, ook weer voor de komende tijd, om te zorgen dat hele stelsel op orde is. Je wilt eigenlijk voorkomen, dit soort criminaliteit, mm-hmm. maar we moeten ook eerlijk zijn, daar waar het niet kan, dat je mensen die, en dan heb je het over ondernemers, dan heb je het over kroongetuigen, maar ook journalisten die het verhaal brengen, advocaten die, ik noem het de hoeders van de rechtsstaat, mensen die daar staan voor de rechtsstaat, die doen dat soms met echt gevaar voor eigen leven.